We zien hier een bijzondere groep vaatwerk uit het Midden-IJzertijd, uit ongeveer 450 voor Christus. In de herfst van 1968 werden in de toenmalige buurtschap De Pas bij toeval resten ontdekt van een nederzetting uit de IJzertijd. Op De Pas lagen een paar stuifzandruggen die werden afgegraven ten behoeve van het uitbreidingsplan Wijchen Noord. Onder een van de stuifzandheuvels kwam een volgestoven ven met aan de rand een waterput tevoorschijn. In het vrijgekomen ven lag het afval van de nederzetting, bestaande uit aardewerkscherven en natuursteen voor het oprapen. Enkele duizenden aardewerkfragmenten konden zo verzameld worden en bestudeerd. Veel fragmenten bleken bij elkaar te horen. Zodoende was men in staat een aantal potten weer te reconstrueren. Opvallend en bijzonder is hierbij de vorm van het zwart gepolijste vaatwerk met brede, rechtopstaande of iets trechtervormige halskraag met scherpe schouderknik. Ook ondiepe schotels, bekers en bakjes waaronder een kaasvorm zijn in deze vorm uitgevoerd. Versieringen komen maar zeer sporadisch voor. Tussen het materiaal kon slechts één versierd bakje gereconstrueerd worden, een fraai en uniek stuk. De type aardewerk wordt door archeologen marneachtig genoemd, omdat de vormen lijken op die uit het Noord-Franse Marnegebied. Het aardewerk werd tussen 500 en 400 voor Christus lokaal nagemaakt en komt voornamelijk voor in Zuid-Nederland. Interessant is het gegeven dat er kennelijk contacten bestonden tussen de bevolking in Zuid-Nederland en de bevolking in Noord-Frankrijk en dat men de vormgeving van het Noord-Franse aardewerk wist te waarderen en zelfs ging nabootsen.